nodig. Ja. Statief. Oké. Let's get going. Wauw. Eerste ochtend op Ameland meteen. Vandaag op pad. Wow. Voor een tutorial over focusstacking met landschapsfotografie. Een van de problemen waar je tegenaan loopt bij landschapsfotografie, zeker als je aan het werk bent met een voorgrond die heel dichtbij staat, is dat het bijna niet mogelijk is om je hele foto van voor tot achter volledig scherp te krijgen. Dan kun je natuurlijk je diafragma vreselijk gaan ophogen. Maar uiteindelijk levert dat vaak toch net niet het gewenste resultaat op. Zeker ook omdat aan de ene kant je scherptediepte gewoon niet oneindig is. En het gewoon niet lukt om vanaf een centimeter of 15 voor je neus tot en met oneindig volledig scherp te krijgen door middel van alleen het diafragma. Maar daarnaast ook omdat je camera of je lens eigenlijk niet optimaal presteert bij enorme diafragmawaarden. Dus graag zou je als fotograaf je diafragma tot 16 willen pushen, maar liever niet heel veel verder. Nou, daar is dus een truc voor of een techniek voor, waarbij je aan de slag gaat met meerdere foto's, meerdere scherpstelpunten en eigenlijk in feite allemaal plakjes met scherpte maakt die vervolgens van voor tot achteren de optimale scherpte diepte moeten voor elkaar gaan krijgen. Het is nog vroeg. Dus waar ik nu naar op zoek ben is een mooi onderwerp. En ik had eigenlijk een beetje de hoop dat ik iets met schelpen kon vinden. Kleuren zijn prachtig op dit moment. En dan kan ik dan hopelijk laten zien hoe je aan het werk gaat met een reeks foto's met meerdere scherpstelpunten, meerdere scherptevlakken, om die vervolgens later te gaan samenvoegen. Nou, ik heb hier twee schelpen gevonden. Met uiteindelijk gewoon een hele mooie kleuring naar de achtergrond. Maar ja, dat zul je altijd zien tegen die tijd dat ik dus eenmaal bezig ben. Overigens, de zon die begint net bijna op te komen. Tegen die tijd dat ik bezig ben, begint de kleuring minder te worden. Nou ja, we gaan toch snel aan de slag. En mijn camera staat inmiddels al opgesteld. Ik zal je eens even laten zien wat ik op dit moment in beeld heb. Kijk, dan moet je eens even goed kijken. Je ziet bij mij ook, als het goed is, van die strepen ontstaan. Dat is de focus peaking. En dan begin ik hier eerst helemaal in het begin. Met mijn eerste schelp. En als het goed is, is hij nu helemaal scherp. Daar maak ik de eerste foto. Met manual focus werk ik. Dus de eerste foto, de schelp helemaal scherp. En vervolgens ga ik nu een serie foto's maken. Waarbij ik telkens een klein stukje naar achteren scherp stel. Weer een klein stukje naar achteren. En weer een klein stukje naar achteren. En weer een klein stukje naar achteren. Waardoor ik dus nu een serie foto's heb met allemaal verschillende scherpstelpunten. Dan begint de zon boven de horizon te komen. Maar de mooie kleuring is dan weer net weg. Dat is dus een beetje zonde. Maar goed, ik heb dus nu een serie foto's gemaakt. Van voor naar achteren scherp. Op f8 heb ik dat gedaan, zodat ik niet de allerkleinste scherpte diepte heb, maar in ieder geval wel enige scherpte diepte. En nu kan ik die later in de computer gaan samenvoegen. Het is een volgende ochtend op dit moment. Ik heb mijn hoofd nog opstaan, joh. Ja. Op dit moment de kleuring is minder mooi dan gisteren. Maar ik was gisteren nog niet helemaal tevreden, dus ik denk ik ga toch nog eens eventjes terug. Ik ga eens eventjes meenemen naar deze ochtend. Kijk, als je goed kijkt, zie je al wat mooi roze in de lucht op dit moment. Maar het is veel minder bewolkt dan gisteren. Waardoor je wel kleuring krijgt, maar gewoon veel minder heftig. Ik heb hier een groepje schelpen gevonden. Behoorlijk in de voorgrond zoals je ziet. Ik zit op dit moment met 16 mm te werken. Dus je kunt je voorstellen dat het nagenoeg onmogelijk is om zowel hier in de voorgrond als natuurlijk daar in de achtergrond allemaal scherp te krijgen met puur het diafragma. Dus we gaan weer eens kijken of we het met focusstacking kunnen aanpakken. Nou, dat heb ik gisteren ook al laten zien. Hè. Dat is een beetje een drama om dit goed scherp te krijgen. Maar goed, we gaan even een popje door een beetje mijn schaduw ervoor te hebben. Nou, misschien kijk, ze kunnen het een beetje redelijk zien. Nou, ik heb nu dit schelpje scherp. Zo.
Dus ik maak even de eerste foto. En wat ik dus nu ga doen, en ik weet niet of je het een beetje kunt zien, maar... Kijk, als het goed is, zie je nu een beetje de focus peaking eroverheen gaan. En daarmee kan ik dus in feite, zeg ik gewoon, ik ga gewoon een klein stukje verder scherp stellen. Nou, hoe ziet het er in praktijk uit? Het is gewoon een klein stukje verder. En dan maak ik weer een foto. Klein stukje verder. Maak weer een foto. En dan nog een stukje verder. En dan maak ik weer een foto. Nou, ik werk op dit moment op F8. Om toch te zorgen dat ik niet een hele kleine scherpte diepte heb. Want dan moet je heel erg echt op het kleinste dingetje gaan werken. Maar het is in ieder geval enige scherpte diepte. Maar wat ik dus vervolgens doe, is dus die scherpte diepte leg ik hier. En vervolgens gaat hij dus helemaal mee mooi naar achteren. En dan kunnen we dat later in de computer weer gaan samenvoegen. Ik heb nog een mooi plekje gevonden. Kijk. Er liggen drie schelpjes, echt heel erg mooi. En als je goed kijkt, zie je daar een waterreflectie. En vervolgens ga ik omhoog. Moet je eens kijken. En een prachtige grote wolk. Je kunt je voorstellen dat ik hier een staand beeld wil maken. Nou, ik zal eens even kijken, laten zien of je dat... Kijk, en dan begin ik dus weer hier scherp te stellen. Ik heb weer op manual focus staan. Dus ik draai weer aan de manual focus knop totdat die daar scherp is. En dan maak ik de eerste foto. En dan... Weet ik niet of je nu heel mooi de focus peaking enigszins kunt zien. Maar die gaat nu naar achteren. Ik weet niet of je een beetje kunt zien, maar er zit hier nu een wat lichte ribbel omheen. Je ziet ook dat hij in de onscherpte nu zit. Dus ik ga nu gewoon verder. Kijk, dan draai ik weer een stukje verder. Maak ik weer een foto. Draai weer een stukje verder. Weer een foto. Weer een stukje verder. En dan ben ik uiteindelijk aan het eind gekomen. En dan heb ik uiteindelijk, zeg maar, nou dat zie je nu ook... Het laatste beeld is nu hartstikke onscherp, maar nou is de wolk scherp. Terwijl het eerste beeld lag de scherpte helemaal vooraan. Ik ga hem weer even afmaken. Oeh, de zon die ziet er wel heel gaaf uit daar. Misschien moet ik daar eens even wat mee doen. Ik heb weer even haast, jongens. We zien elkaar weer bij de computer, als ik tenminste me hiervan los kan maken. Nou, we zijn inmiddels weer terug in mijn blokhut. En ik heb alle foto's meegenomen, alle foto's bekeken. En ik heb volgens mij wel een hele mooie focus stack meegenomen die we kunnen gaan nabewerken. Want wat ik natuurlijk in het veld gedaan heb, is dat ik vanaf statief een aantal foto's heb genomen met dezelfde belichting, dezelfde compositie. Maar elke keer de scherpstelling van voor naar achter gevarieerd. Nou, uiteindelijk hou ik dan... En ik zal eens even, kijk eens even mee zou ik zeggen. Hou ik 7 foto's over waarbij de eerste foto de focus helemaal in het begin heeft liggen. Nou, dat kan ik hier laten zien. Hè. Kijk, als ik deze inzoom, dan zie je dat daar keurig netjes de schelp helemaal scherp is. Scherp, helemaal scherp. Terwijl als ik de laatste foto pak en ik zou die, dan zie je dat de schelp helemaal onscherp is. Maar ga ik dan vervolgens door naar de achtergrond, dan zie je dat de achtergrond helemaal scherp is. Dus met andere woorden, ik heb nu een serie foto's waarbij ik allemaal kleine scherptevlakjes heb gemaakt. Nou, wat we nu moeten gaan doen, is die foto's gaan samenvoegen in Photoshop. Er zijn 2 dingen die daarbij moeten gebeuren. Het eerste is dat alle foto's perfect uitgelijnd moeten worden. Want wat gebeurt er op het moment dat jij de scherpte gaat verplaatsen? En dat is misschien heel raar. Een onderwerp wat onscherp wordt, is vaak groter dan iets wat scherp is. Dus wat krijg je? Je krijgt dat omdat de scherptevlak gaat veranderen. Dat je in de verhouding tussen de verschillende onderdelen van je foto, dat je daar verschillende groottes in krijgt. Nou, dat kan Photoshop perfect. Die kan al die foto's gaan uitlijnen. Dat is het eerste wat er moet gaan gebeuren. Dus de foto's moeten zo over elkaar heen gelegd worden dat precies dezelfde onderdelen goed over elkaar heen liggen. En vervolgens moet Photoshop de boel gaan samenvoegen. En bij het samenvoegen moet hij niet alleen gaan kijken dat hij van elk stukje ook het scherpte deel pakt. Maar ook dat hij de kleurcorrectie, de kleuren eventueel aanpast en de lichtdonker eventueel aanpast. Want het kan natuurlijk prima zo zijn dat de foto's niet allemaal exact gelijk zijn qua kleur en qua lichtdonker contrast. En ook dat kan hij perfect. Dus hoe gaan we dat doen? We selecteren alle foto's. Ik zit op dit moment in Lightroom te werken. Nou, dat is een beetje raar. Ik heb een Engelstalige Lightroom en een Nederlandstalige Photoshop. Waarom? Omdat ik dat zo ooit gedaan heb. Dus we gaan het gewoon eventjes met elkaar door. Ik ga naar mijn rechter muisknop en ik zeg export. Nee, niet export. Ik zeg
edit in, dat was het, dus edit in. En ik ga vervolgens open as layers in Photoshop. Wat er nu gaat gebeuren is dat die Photoshop opent. En dan gaat dus nu al die foto's, die 7 foto's, gaat die importeren. Maar meteen als lagen bovenop elkaar zetten. Het doet er voor de rest nog helemaal niks mee. Behalve dat hij het dus in feite in één bestand erin zet. En alles wordt keurig netjes lagen. Nou, daar is hij inmiddels mee klaar. Hij heeft nu alle 7 foto's heeft hij over elkaar heen gelegd. En je ziet dat op dit moment de eerste foto is keurig netjes weer de foto bij het scherpste punt helemaal in het begin ligt. Namelijk bij de schelp. Nou, dan gaan we nu beginnen met de boel uit te lijnen. Daarvoor selecteer ik alle foto's. En vervolgens ga ik naar bewerken. Of naar edit. Afhankelijk van of je Nederlands of Engels hebt. En vervolgens heb je daar een lagen automatisch uitlijnen, auto alignment layers. Nou, op het moment dat ik daarop klik, krijg ik een subveldje of eigenlijk een schermpje. En daar kan ik een aantal zaken in kiezen. Ik kan voor een heleboel dingen geometrische vervorming, vignetting, automatische projectie. Ik doe in feite, zet ik hem zoveel mogelijk op automatisch. Mag hij zelf gaan bepalen hoe hij de boel wil gaan uitlijnen. Want deze uitlijning vindt niet alleen plaats voor focusstacking. Maar vindt bijvoorbeeld ook plaats als jij een panorama wil stitchen. Dus hij mag het wat mij betreft zelf uitzoeken. Vignettering laat ik er gewoon in zitten. Want ik ga later de eindnabewerking weer doen in Photoshop of in Lightroom. Dus hij laat hem gewoon op automatisch. Op dit moment gaat hij alle lagen analyseren en gaat proberen overeenkomstige punten tussen de verschillende lagen te vinden en de boel zodanig uit te lijnen dat alles perfect op één lijn ligt. Nou, ook al heb ik gewerkt vanaf statief, ook al heb ik in feite tussentijds niets veranderd, dan nog zul je merken, en zoals je hier ziet, dat er toch blijkbaar bepaalde verschillen in zitten. En dat heeft dan toch weer te maken met de grootte van objecten ten opzichte van de andere objecten. Nou, dus je zult altijd zien dat er dus een soort rare rand ontstaat. En die laat ik er voorlopig nog lekker in zitten. Als ik later in Lightroom kom, dan kan ik mijn definitieve uitsnede maken en dan kan ik dat randje eruit halen. Hij heeft nog steeds allemaal lagen, dus hij heeft ze alleen nu maar veranderd zodanig dat ze uitgelijnd zijn. Vervolgens moet ik ze nu gaan samenvoegen en laten overvloeien. Nou, dat doe ik ook weer in feite. Alle lagen laat ik gewoon lekker geselecteerd. Ik ga weer naar edit of naar bewerken. En ik zeg lagen automatisch overvloeien. Dus in feite de volgende. Op dat moment krijg ik ook weer een of ander schermpje. En dan kan ik vervolgens zeggen, wil ik de afbeeldingen stapelen of wil ik een panorama? Nou, het moet natuurlijk een stapel worden, want ze liggen echt gestapeld. En vervolgens, en dat is een hele belangrijke, naadloze tinten en kleuren. Die moet je wel aangevinkt hebben. Want als je dat niet doet, dan gaat hij alleen maar de boel zo zitten uitlijnen en overvloeien. Dat alles perfect op de goede plek staat en de goede scherpte is. Maar het kan zijn dat bepaalde kleurverschillen of lichtdonkerverschillen op dat moment die ga je zien. Dus wat hij nu gaat doen is dat hij ook alle lagen gaat aanpassen. En daarmee gaat hij ook zorgen dat dus niet alleen het eindresultaat perfect van voor naar achter scherp wordt. Maar dat ook alle kleuren en alle lichtdonkere en alle tinten perfect in elkaar overvloeien. Het voordeel is, hij kan dat ongelooflijk goed. Dus ik laat het eigenlijk altijd zo staan. Het nadeel is, als je later merkt dat bepaalde stukjes hij uit de ene foto heeft genomen, terwijl je die toch liever uit de andere foto had willen hebben. Ja, dan wordt het heel lastig om dat met maskers uiteindelijk te gaan corrigeren. Omdat hij niet alleen maar gemaskerd heeft, dus dat stukje daarvan, maar ook de kleurtinten heeft aangepast. Dus dat betekent dat als ik dan toch dat stukje uit een andere foto wil hebben, die foto heeft hij misschien aangepast op het stuk wat hier zit. Dus als ik daar dan ineens een stuk naar voren laat komen, kan die tint ineens heel anders zijn. Dat is een nadeel van deze methode. Maar in alle eerlijkheid, ik ben geen kei in Photoshoppen. Hij doet het ongelooflijk goed en ik geef hem altijd gewoon op dit moment gewoon een go. Dat vullen met behoud van inhoud en transparante gebieden. Daarmee gaat hij aan het eind ook meteen een laag maken. Dat doe ik dan meteen zelf wel. Ik wil eerst zien wat het resultaat wordt. Dus oké, en daar gaan we. Nou, ga dus nu kijken welk deel van welke foto moet ik hebben. Dat is het eerste wat hij gaat doen. Hij maakt dan maskers en hij zegt oké, dat stukje uit die foto, dat stukje uit die foto, dat stukje uit die foto. En vervolgens gaat hij dus kijken, ja, hoe moet ik mijn kleur en mijn tint corrigeren zodanig dat het totaalresultaat volledig vloeiend is. En hij is hiermee met het eindresultaat gekomen. En dan zie je dus dat er nu een foto ontstaat die van voor naar achteren volledig scherp is. Je ziet ook aan de zijkanten dat die dingen allemaal uitgemaskerd zijn. En je ziet dus dat hij eigenlijk overal laagjes heeft gezet van de verschillende foto's. En het kan prima zo zijn dat hij bijvoorbeeld uit een foto waar jij het niet had verwacht toch een stuk heeft gepakt, omdat hij dat beter vindt matchen.
Ben je tevreden met het eindresultaat? Ga nou niet te veel naar die maskers kijken, maar kijk naar het eindresultaat. En ik moet eerlijk bekennen, als ik dit zo zie, ziet het wat mij betreft van voor naar achteren prachtig uit. Dus ik zou zeggen, gaan met die banaan. Nou, vervolgens, het enige wat ik zie is dat misschien hier aan de voorkant een klein stukje onscherpte zit. En dan kun je altijd kijken van ja, ga ik dan met Photoshop met mijn maskers aan de slag? Nou ben ik zelf geneigd om mijn foto wat ruimer te kaderen dan ik uiteindelijk nodig heb. Omdat ik weet dat er misschien wat variatie kan komen in het uitlijnen. Dus ik ga later ga ik hier toch nog een kleine uitsnede uit maken. Dus ik verwacht hier verder geen problemen mee. Dus ik laat het gewoon lekker zoals die nu zit. En wat doe ik dan? Dan zeg ik één laag maken. Dan maak ik het allemaal als één laag. Je kunt het ook als lagen laten staan. Maar uiteindelijk maak ik het meestal als één laag. En ik sla hem dan op als een PSD. Nou, zoals je ziet, ik heb hier al een aantal, ben ik al mee bezig geweest. Wat ik altijd standaard heb, ik laat hem vaak in de map staan waar de overige originele foto's ook staan. Bij mij hebben die foto's ook allemaal een naam met de datum erbij. En ik heb altijd de gewoonte om dan te zeggen, ik noem hem FS van Focus Stack. En ik geef die dan een nummer mee. En die nummers die lopen binnen die datum. Dus op die dag lopen die nummers op. Maar een volgende dag kan je gewoon weer een nummer 01 krijgen. Nou, ik heb hier al een aantal staan. Dus dit is Focus Stack nummer 08. En dan sla ik hem op. Nou komt er iets heel moois. Ik ben vanuit Lightroom, heb ik Edit as Layers gedaan. En als ik nu terugkijk naar Lightroom. Je weet, hij had net 7 foto's. Die had ik gestekt. Als ik nu terug ga naar Lightroom, zul je zien dat er nu een nummer 8 is bijgekomen. Heeft hij zelf gedaan. En die nummer 8 is, hoe raad je het, dat is mijn focus stack geworden. Dus die nummer 8 is in feite de focus stack die ik net gemaakt heb. Dus Photoshop zorgt niet alleen dat er een apart beeld komt, maar zorgt er ook meteen voor dat Lightroom in de collectie of in de map waar ik aan het werk ben, hem keurig netjes als een extra foto weer heeft toegevoegd. Nou, op dat moment kan ik hem gewoon gaan nabewerken zoals ik hem gewend ben. Ik begin in alle eerlijkheid eerst maar eens eventjes met de crop, de uitsnede goed te maken. Nou, dat is een beetje raar, hè? Je ziet dat de horizon zo loopt. Dat heeft ermee te maken dat rechts is de zee, maar links is een waddendijk die wegloopt. Dus ik moet rechts moet ik hem hebben als om recht te zetten. Dus dit in feite daar is het stuk om recht te zetten. Dus dat klinkt misschien een beetje raar aan de linkerkant, want nu loopt dat weg. Maar dat is de waddendijk waar je tegenaan kijkt. Nou, en verder vind ik het wel erg leuk als ik gewoon, zeg maar, mijn schelp wat meer in de hoek heb zitten. Nou, dan zie je als ik nu op oké druk, dat ik nog zo'n rare witte punt daarbovenin heb zitten. Dus ik ga hem nog ietsjes verder uitsnijden. Blijkbaar had ik hem in het veld toch niet goed genoeg recht gezet. Ik snij hem ietsjes verder uit. En zo heb ik hem in feite helemaal klaar. En nu kan ik hem gaan nabewerken naar het eind toe. Nou, omdat het een PSD-file is, heeft hij zoveel mogelijk informatie heeft hij bewaard. Dus dat betekent dat ik gewoon ontzettend veel licht-donker en contrastinformatie in die file heb zitten. Je ziet ook het histogram dat er geen over- of onderbelichting in zit. Dus ik kan prima de zon nog wat minder heftig maken. Ik kan het middencontrast kan ik nog wat boosten. Daar hou ik wel erg van altijd. Ik kan eventueel mijn kleur nog een klein beetje aanpassen. Ik hou er zelf van dat die foto wat blauwer wordt. Want dan komt dat geel zo mooi uit. Dus het gaat dan ietsjes naar blauw toe. Als je nu nog vindt dat er te veel vignettering in zit, dan kun je die er weer uithalen met de lenscorrectie door gewoon de lens te selecteren die je gebruikt had. Maar omdat ik hier al een stukje heb gesneden, ben ik eigenlijk het stuk vignettering al grotendeels kwijt. En heb ik hier een eindresultaat van een landschapsbeeld waarbij echt van heel dichtbij, en dan praat ik echt over zo'n stukje vanaf mijn lens, tot en met oneindig gewoon prachtig scherp is. En deze kan ik gaan exporteren naar de social media en hopen dat iedereen zijn duimpje omhoog doet. Zo werkt focus stacking. Overigens werkt het niet alleen met landschapsfotografie zo. Eigenlijk overal waar jij denkt, ik krijg hier de scherpte diepte niet goed genoeg, kun je op deze manier aan het werk. Nou, heel veel succes ermee en wellicht ga je straks zelf aan de slag met de techniek van focus stacking.